Thomas Watson was in de jaren 50 hoofd van computerbedrijf IBM. Hij zei toen dat hij dacht dat er ruimte was voor ongeveer 5 computers op de hele wereld. En kijk ons nu eens. Niemand had kunnen voorspellen dat we computers zouden gebruiken om kattenfilmpjes te kijken op internet. De quantumcomputer kan nu ook onze wereld gaan veranderen op een manier die voor ons nog niet eens voor te stellen is. Quantumcomputers beloven een rekenkracht waar zelfs supercomputers niet aan kunnen tippen. Kijk even mee naar dit doolhof. Een gewone computer die moet elke route één voor één proberen om de uitgang te kunnen vinden, terwijl een quantumcomputer alle routes tegelijkertijd kan testen. Hoe dat zit, leg ik je hieruit in de werkplaats. Daarvoor kijken we eerst even naar een gewone computer. Die rekent met allemaal nullen en enen. Dat noemen we bits. Zie het als allemaal kleine schakelaartjes die ofwel omhoog, 0, ofwel omlaag, 1 staan. Alles wat je doet op een computer, of je nou een foto opslaat of een zoekopdracht doet op het internet, het is allemaal zo'n lange reeks enen en nullen. Bijvoorbeeld 1000, 1101. Het bijzondere aan de quantumcomputer is dat die werkt volgens de wetten van de kwantummechanica. En die wetten gaan volledig tegen onze intuïtie in. Net als dat een normale computer werkt met bits, werkt een quantumcomputer met quantumbits. Ook wel qubits. En daarin zit precies de superkracht van die quantumcomputer. Want die qubits die staan niet in 0 of 1, maar ze zitten in een soort tussentoestand. Zeg maar dat ze 0 en 1 tegelijkertijd kunnen zijn. Doordat je alle opties openhoudt, betekent dit kort door de bocht dat je met 0 en 1 tegelijkertijd kunt rekenen. Daarover straks meer. Eerst even dit. Wat betekent tussen 0 en 1 inzitten dan precies? Stel, we gebruiken deze wereldbol om te laten zien in welke toestand de qubit is. De Noordpool is 0 en de Zuidpool is 1. Bij een normale computer bevindt een deeltje, ofwel een bit, zich ofwel op de Noordpool ofwel op de Zuidpool. Hij is 0 of 1. Maar een qubit kan overal op de wereld zijn. Bijvoorbeeld op de evenaar. Hij is dan evenveel 0 als 1, want hij is even ver verwijderd van de Noordpool als van de Zuidpool. Maar een qubit kan ook in Denemarken zijn. Hij zit dan veel dichter bij de Noordpool dan bij de Zuidpool, dus hij is veel meer 0 dan 1. En zo kan een qubit zich dus overal op de wereld bevinden en alles tussen 0 en 1 in zijn. Maar er is nog iets geks met qubits aan de hand. En dat zien we als we een qubit willen meten. Stel, onze qubit bevindt zich ter hoogte van Denemarken. Op het moment dat we hem gaan meten, dan kiest de qubit er opeens voor om 0 of 1 te worden. Als de qubit ter hoogte van Denemarken zit, dan is de kans dat hij 1 wordt ongeveer 20% en de kans dat hij 0 wordt zo'n 80%, omdat hij natuurlijk veel dichter bij de Noordpool zit dan bij de Zuidpool. Doordat het deeltje tot we het gaan bekijken nog niet kiest om 0 of 1 te worden, maar ergens tussenin zweeft, is de qubit in die tijd zowel 0 als 1. Hij is in twee toestanden tegelijkertijd. En dit noemen we een superpositie. Maar het wordt pas echt interessant als je meer qubits met elkaar gaat combineren. Daardoor kan een quantumcomputer namelijk in één keer heel veel dezelfde berekening uitvoeren. Als we dat weer even vergelijken met een gewone computer, dan werkt dat als volgt. Stel, ik heb niet 1, maar 2 laptops en ik zet ze naast elkaar neer, dan heb ik niet ineens een dubbel zo goede computer. Ik heb gewoon 2 losse computers. Om de dubbele rekenkracht te krijgen, moet ik die 2 computers met elkaar verbinden, zodat ze samenwerken. En als ik dan een derde computer verbind, heb ik een 3 keer zo grote rekenkracht. En zo kun je doorgaan. Hetzelfde geldt voor de quantumcomputer. Heb je 2 losse qubits, dan kunnen ze allebei 0 en 1 tegelijkertijd zijn. Maar het wordt pas echt interessant als je die 2 qubits met elkaar gaat verbinden. Dat noemen we verstrengelen. Als je 2 qubits hebt, dan kunnen ze in 4 toestanden tegelijkertijd zijn. 00, 01, 10 en 11. Dit betekent dat je 4 opties tegelijkertijd kunt testen. Als je daar nog een derde qubit mee verbindt, dan verdubbelt de rekenkracht weer en heb je dus eigenlijk al 8 toestanden. En met 4 qubits heb je al 16 toestanden. Dat betekent eigenlijk dat je al 16 opties tegelijkertijd kunt testen. En zo zie je dat elke keer als je een qubit toevoegt, het aantal opties verdubbelt. De rekenkracht van een quantumcomputer neemt dus exponentieel toe met elke qubit die je toevoegt. Wat kun je hier nou mee? Stel, je hebt een doolhof en er zijn 12 routes die je kunt proberen. Een normale computer zou elke route 1 voor 1 proberen. Elke keer als het pad doodloopt, moet hij opnieuw beginnen. Je begrijpt dat dit veel tijd kost. Een quantumcomputer test alle 12 de routes tegelijkertijd. Het is eigenlijk alsof je 12 poppetjes tegelijk door het doolhof laat lopen en ze alle 12 een andere route laat afleggen, waardoor één van hen sowieso in één keer de uitgang vindt. Hierdoor vind je dus veel sneller het juiste antwoord. Er is wel een kleine uitdaging,
En dat zitten we met meten. Misschien herinner je je nog wel van zo net dat een qubit ervoor kiest om 0 of 1 te worden als hij gemeten wordt. Dat is ook zo met de doolhof. Dan krijg je bijvoorbeeld enkel de uitkomst. Het was niet route 2. Maar hier kunnen we mee omgaan. Bijvoorbeeld door de berekening heel vaak opnieuw te doen. Dan zal blijken dat bijvoorbeeld route 5 het vaakst als antwoord uit de berekening komt. En dat dat dus zeer waarschijnlijk het juiste antwoord is. Dit klinkt als heel veel werk, maar omdat een kwantumcomputer de berekening zoveel efficiënter kan oplossen dan een normale computer, zal hij alsnog vele malen sneller het juiste antwoord geven. Nu hebben we natuurlijk eigenlijk helemaal geen computers nodig om de relatief simpele weg uit de doolhof te vinden. Maar er bestaan berekeningen die zo ingewikkeld zijn dat een normale computer er al snel een miljoen jaar of langer over zou doen om die uit te rekenen. Denk bijvoorbeeld aan het kraken van je WhatsApp-berichten die versleuteld zijn. Daarbij zijn zoveel opties dat de berekening snel gigantisch wordt. Quantumcomputers kunnen dat, door alle gekke wetten van de kwantummechanica, vele malen sneller kraken, maar ook veel beter beveiligen. Daarnaast kan die in de toekomst precies berekenen welk medicijn het meest geschikt is voor jouw lichaam, of doorrekenen hoe we veel betere en energie-efficiëntere kunstmest of batterijen kunnen maken. Maar wat we verder met de quantumcomputer gaan doen, is deels nog een raadsel. Net als dat we ons niet konden voorstellen dat we kattenfilmpjes gingen kijken op onze computers nu. Waarschijnlijk gaat het ook om toepassingen die we nu nog niet eens kunnen bedenken. Is 1 glas alcohol drinken gezond voor je of niet? Ik ben Dieke, gezondheidswetenschapper. Ik leg het je uit volgende week.